Hallo allemaal, ik heb vandaag voor jullie een updated foundation of gezichtsroutine. Pak een dik jaar geleden heb ik een video geüpload waarin ik mijn ultimate flawless face foundation routine heb gedaan. Wel, of dat zijn vriendin tegen mij dat ze echt soms nog op zoek gaat naar die video om die terug te bekijken, om inspiratie op te doen of om terug te zeggen van oh, hoe moest dat nu weer? En dan dacht ik mezelf, oh nee. Ik heb mijn technieken en mijn producten al lang aangepast. Er zijn al lang mee geëvolueerd met de manier waarop ik gewoon mijn make-up doe. Die zijn al lang veranderd. Ik gebruik ondertussen andere producten. Dus ik dacht, het wordt dringend tijd dat ik er nog eens een nieuwe doe. Dus bij deze, een updated foundation of gezichtsroutine. Ik heb gewoon wenkbrauwen, mascara en lippenbalsem voor de rest opgedaan. Maar in elk geval, laten we er maar gewoon aan beginnen. Ik zal jullie meteen laten zien hoe ik dit gedaan heb. Om te beginnen gebruik ik mijn Nivea Men Sensitive Aftershave Balm. Dit gebruik ik als primer voor mijn gezichtsmake-up. Dit is een vrij lopende en gelachtige textuur die ik eerst in mijn huid inmasseer en dan laat verder intrekken totdat hij een beetje plakkerig wordt. Vanaf het een plakkerig gevoel geeft, dan weet je dat het klaar is voor de rest van je gezichtsroutine te doen. Dan gebruik ik ook zoals gewoonlijk de Bourjois Healthy Mix Foundation als mijn favoriete foundation. En dit is in de kleur 51. En ik breng dit heel graag aan met de Real Techniques Sculpting Brush, denk ik dat die heet. Zeer fijne kwast om foundation mee aan te brengen. Ik breng ongeveer iets meer dan één pompje aan en dit verdeel ik dan over heel mijn gezicht. Ik begin aan mijn kaken en maak eigenlijk een depvegende beweging. Eigenlijk doe ik gewoon een beetje van alles totdat de foundation mooi is ingeblend en overal is aangebracht. Dan ga ik verder met de Velvet Finish Catrice Concealer. Die gebruik ik niet elke dag, omdat ik merk dat deze toch een beetje uitdrogend werkt onder mijn ogen in de loop van de dag. Ik gebruik mijn ringvinger om deze concealer aan te brengen. En de reden daarvoor is dat je ringvinger de minst diepe groeven heeft. Dus dat is eigenlijk de zachtste huid van al je vingers. Het is dus ideaal om onder je ogen mee aan te tippen en mee te duwen. Ik breng voornamelijk mijn concealer aan onder mijn ogen, zoals jullie gezien hebben. En dan nog een beetje op mijn kin, op mijn neus en tussen mijn wenkbrauwen. Om op die plaatsen een beetje meer tegging te geven. Momenteel gebruik ik dit kitje van Bobbi Brown. Dit is een concealer kit die een heel goede poeder bevat. De Sheer Finish Pressed Powder van Bobbi Brown. En dat is dan in de kleur Pale Yellow. Dat is een kleur die dat ideaal is bij elke huidskleur. Donker, licht, maakt niet uit. En het heeft een gele ondertoon. En ik breng dat dan ook aan met deze poederpuff van Bobbi Brown zelf. En ik duw daarmee de poeder aan onder mijn ogen en op de plaatsen waar ik graag wil dat het product goed blijft. Poeder zal er namelijk voor zorgen dat je gezichtsproducten en dat je vloeibare producten eigenlijk wat meer vastgezet worden. En nu zie je in close-up het natuurlijke resultaat dat dit geeft. Het is echt heel mooi en heel naturel. Dan gebruik ik een heel fijne plat afgesneden kabuki kwast van Sephora en ik gebruik mijn Bourjois Delice de Poudre bronzer. Je kan natuurlijk elke bronzer gebruiken die jij graag wilt. Ik ga jullie ook meteen vertellen hoe ik mijn bronzer aanbreng, ook soms contour aanbreng. Dus wat ik eerst doe, is mijn kwast schuin tegen mijn gezicht zetten en eigenlijk een streep onder mijn jukbeenderen tekenen, of ja, maken. Dankzij deze streep zullen mijn jukbeenderen benadrukt worden en zal mijn gezicht er slanker uitzien. De resten van het product die op de kwast zitten, gebruik ik eigenlijk om dan daarna onder mijn kin mijn kaaklijn verder te definiëren. En dan ga ik nog eens terug in een andere bronzer. Die iets lichter is en die ik op wil gebruiken. Daarmee ga ik eigenlijk met nog altijd dezelfde kwast gewoon langs mijn haarlijn om zo mijn voorhoofd een beetje kleiner te doen lijken. Ik weet dat je niet mag contouren eigenlijk met bronzer, maar ik vind dat toch deze bronzer bij mijn huidskleur dat dat wel lukt, dat dat wel gaat en dat ik zo eigenlijk, zoals jullie kunnen zien, eigenlijk een soort van contour effect krijg met mijn bronzer.
Dan spreekt het natuurlijk voor zich dat jij kiest welke blush. Ik geef hier enkele voorbeelden, zoals van The Balm, Catrice en van Benefit. In deze video heb ik nu gekozen voor deze van Catrice. En ik breng deze trouwens aan met de blushkwast van Real Techniques. En ik doe dat in eigenlijk ook een dip-veegbeweging. Van aan mijn haarlijn tot aan de appeltjes van mijn wangen en niet te dicht tegen de neus. En ik gebruik dan mijn Mary Luminizer highlighter, die jammer genoeg kapot is gegaan in mijn valiesje. Dus ik kan die enkel nog thuis gebruiken, niet meer mee op reis nemen. Super jammer. Zoals jullie kunnen zien, breng ik graag highlighter op. Ik vind het heel mooi, maar jullie moeten wel weten dat ik dit zeker niet dagelijks doe. Om dat geheel af te werken gebruik ik mijn thermaal water van Avijn. Dit zal er trouwens voor zorgen dat mijn poederig effect en ja, gewoon alle poeder die misschien bovenop heel mini donshaartjes op mijn gezicht, ja, dat zal er eigenlijk voor zorgen dat die poeder en die donshaartjes worden platgedrukt. Dat platdrukken dat doe ik trouwens, zoals jullie kunnen zien, met deze Real Techniques spons. Zo kun je in je close-up het resultaat zien. Het is echt heel natuurlijk effect. Heel mooi. En dit is echt gewoon dé manier waarop ik het allerfijnst vind om mijn make-up aan te brengen. Dan werk ik de rest van mijn gezicht af. Doe gewoon mijn wenkbrauwen, mascara en een beetje lippenbalsem op. En dan is hier het eindresultaat. Echt super fris, super glowy.